Ja, we hebben vandaag dus een taaldorp en wij organiseren eigenlijk een mondeling examen voor de leerlingen. En wij wilden het zo echt mogelijk maken. Dus vandaag hebben we eigenlijk ervoor gezorgd dat alle dagdagelijkse dingen die in het leven zijn, ook hier aanwezig zijn. Zoals een politiekantoor, een dokter, een winkel, waar de leerlingen dus eigenlijk hun best moeten doen om te tonen wat ze hebben geleerd het schooljaar. En nous avons de quelle klas of quelle doelgroep? Ja, dus vandaag hebben we hier allemaal ISK-leerlingen. Dus het zijn leerlingen met een andere afkomst die Nederlands niet als moedertaal hebben of papiamento. Het zijn vooral leerlingen uit Latijns-Amerika, dus Latino's. We hebben ook enkele leerlingen uit Haiti en Libanon. Y denk je dat más o menos alumnos en tal? De leerlingen zijn tussen de 12 en de 18 jaar. Ze zitten eigenlijk per niveau in één klas en niet per leeftijd. Y después de esa kikota espera para el alumno en de ISK. Ja, wij hopen dat de leerlingen een mooie toekomst voor zich hebben. Dat ze hetgeen kunnen doen wat ze ook in hun land zouden willen doen. En daar doen wij als leerkrachten ook ons best voor, zodat zij toch wel nog een stapje en een duwtje in de rug krijgen om verder te kunnen. We zijn al enkele weken bezig met de leerlingen om het voor te bereiden. De leerlingen mochten de bepaalde thema's al op voorhand voorbereiden, zodat ze wel al een basis hadden om op het examen voorbereid te komen. Dus we zijn nu toch al even bezig met de leerlingen. Ja. Ja, taaldorp is iets waaruit Nederland komt. Ik heb een paar jaar geleden in Nederland bij de ISK gewerkt. En daar deed ze al een taaldorp. En taaldorp is eigenlijk het nabootsen van een dorp, van de taal die de leerlingen moeten kennen. En dat is bij ons hier bij de ISK Nederlands. Dus we hebben een Nederlands dorp gecreëerd. Van een politie, een restaurant, een winkel. Nou ja, dat zit ook allemaal in de film, denk ik. En de kinderen moeten dan, na bijvoorbeeld een restaurant, moeten iets eten bestellen in het Nederlands. En worden er gevraagd en worden op gereageerd. En ja, daarin leren ze de ontwikkeling van de taal. En dat is ontzettend goed voor de burgerschap natuurlijk. En ook het gevoel van de taal. En over de docenten die in dit project hebben gewerkt, wat zijn hun reacties hierover? Nou, docenten, het ISK-team, de mentoren hebben heel hard gewerkt met hun leerlingen om het voor te bereiden. Ze zijn heel enthousiast. Ik moet ook een compliment geven aan de docenten, maar ook heel erg aan de leerlingen. Want de leerlingen die waren heel erg nerveus. En de eerste groep is nu net klaar. Dus ze hebben nu de uitstroomgroep, de groep die hierna, na dit jaar, naar het reguliere onderwijs gaat. En die zijn nu aan de beurt. Die zijn ook heel erg gespannen. Maar dat is ook wel weer mooi om te zien dat ze trots zijn en dat ze gespannen zijn. Dat ze het heel goed willen doen. Ja, dat maakt mij ook trots. En ook zeker trots op het hele ISK-team. Zeker. En over de ouders. Zijn de ouders erbij betrokken? Wat was hun reactie? Nou, de mentoren hebben de ouders natuurlijk erbij betrokken in hun WhatsApp-berichten. We hebben een brief gestuurd ook naar de ouders. De ouders zijn heel erg meegaand. Dat merk ik sowieso met de ISK-leerlingen. Ze willen graag dat de kinderen het goed doen. Ze zijn heel betrokken. Ja, en de kinderen hier ook, die willen gewoon dat ze het Nederlands goed kunnen, want die willen gewoon slagen. Dat is fantastisch om te zien. Is dit een idee dat volgend jaar ook terug gaat komen? Zeker. We willen dit zeker terug laten komen. We zien nu ook wat gaat heel goed, wat kan nog beter. En ik heb ook al met onze directeur gesproken. Die zei ook al, we kunnen het ook nog uitbreiden. Hè? Dit is nu voor de internationale schakelklas, maar je kunt zoiets ook doen voor de pro, voor de praktijkonderwijs, voor het NTO-onderwijs. Het oefenen in nagebootste situaties, in echte situaties, dat is toch het beste. Ja. Dit is natuurlijk een fantastisch initiatief. Wij zijn hier heel blij mee dat die kinderen die Nederlands niet als taal meekrijgen, dat ze op deze manier kunnen oefenen en situaties kunnen doormaken, ja, waar ze hier op het eiland op Bonaire mee te maken krijgen. Dus we zijn er heel blij mee. Ja. Nou, zeker, daar sluit ik me helemaal bij aan. Wat Dennis zegt, we zijn er heel trots op dat we dit kunnen doen voor de leerlingen. En het is een heel belangrijk doel wat we hiermee bereiken. Dus leerlingen laten oefenen met situaties, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Zeker de woorden ook in het Nederlands. Dus dat is ontzettend belangrijk. Ja, dus we zijn heel trots.